Naar het natuurhulpcentrum in Op Glabbeek dan, want daar wordt verontwaardigd gereageerd op de manier waarop de dierentuin van Plankendaal met zijn dieren omgaat. Terwijl het natuurhulpcentrum kosten nog moeite spaart om elk individueel dier te redden en een zo goed mogelijk leven te geven, slacht Plankendaal zelfs bedreigde dieren af als ze niet in de collectie passen. En een dierentuin is er niet voor de dieren, maar voor de mensen, zegt Sil Jansen van het natuurhulpcentrum. Over deze dieren gaat het, de algazel. In de vrije natuur lopen er geen meer rond. De bedreigde soort bestaat alleen nog in dierentuinen, dankzij kweekprogramma's. En toch doodde de dierentuin van Plankendaal één gezond exemplaar. Volgens hen omdat er gewoon geen andere plaats meer was voor het dier. Onbegrijpelijk vindt Sil Jansen, die met het natuurhulpcentrum net alle dieren een nieuw leven wil geven. Dieren in dierentuinen, dierenvrienden, dierentuinen mee, dierenliefde. Naast één algazel slachtte de dierentuin ook nog twee bisons. Alle drie de dieren waren mannetjes. En dat is het probleem, zeggen ze bij Plankendaal. In dierenkuddes is er vaak maar plaats voor één mannetje. En in andere dierentuinen was er nu geen ruimte meer voor deze dierenliefde. Dieren en tuinen mee. Dierenliefde. Dieren en dierentuin en dierentuin. Dieren en dierentuin en dierentuin. Opa,